Zo is het nu bij grote keten. Een rustig familiestrand met maar één strandtent. En zo zou het wel eens kunnen worden als het aan een actieve projectontwikkelaar ligt. Deze huisjes staan op het strand bij Juliana Dorp. En dat kan ook best bij grote keten, vindt een ondernemer. Kent u het plan dat er huizen op het strand zouden moeten komen? Een plan ken ik wel, ja. Vindt u ervan? Nou, niet goed. En waarom niet? Omdat het strand vrij moet blijven. En niet anders. Volgens bewoners loopt het aantal vakantiehuisjes uit de hand. En kan het dorpje de drukte niet meer aan. Behalve deze nieuwbouw zijn er nog plannen voor een paar honderd andere huisjes. De weerstand tegen de plannen in het piepkleine dorpje groeit. Een internetpetitie is zelfs meer dan 700 keer getekend. En dat terwijl er in grote keten maar 300 mensen wonen. Nelly Veer is gek op het strand. Het stille strand. En heeft het honderden keren getekend en geschilderd. Dit is hier ook. Dan zit ik hier bij grote keten. Prachtig. Ja, dank u wel. De meeuwen. En zo moet het blijven? Helemaal. Daar kan iedereen van genieten. En als je hier naar allemaal huisjes gaat denken, dat geeft een soort onrust. En bovendien worden ze ook heel groot. Dus dan, het zijn hier lage duinen in grote keten. Dus dan zullen ze er nog bovenuit steken. Daar mag je toch niet aan denken. De plannen zijn bij Schagen ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het strand zo wordt of zo blijft.